Hoi, ik ben Tess en dit is Jay en wij zijn van Tess Test. En vandaag is het Valentijnsdag. Yay! Ja, ik ben persoonlijk niet zo'n fan van Valentijnsdag. Want ik denk persoonlijk altijd van, hey, ik probeer altijd mijn liefde te tonen aan iedereen waar ik omgeef op elk moment dat dat kan. Dus waarom zou je dat op één speciale dag doen in een ijskoude februari? Ik weet het niet. Ja. Maar goed. Ik vind er ook niet zoveel aan. En ik vind het vooral vaak heel jammer dat mensen die dan op Valentijnsdag geen partner hebben. En dat misschien wel willen. Dat die zich vaak dan ook nog een beetje rot voelen. Dan denk ik ja. Ja. Ik bedoel, we hebben kerst al gehad. Daar heb je je al rot genoeg bij gevoeld. En dan moet je nu nog een keer Valentijnsdag doen. Ja, heb je eerst corona kerst en dan corona Valentijnsdag. Het is echt feest. Maar goed. Mocht je nou toch alleen zijn en denken, ja, maar wat moet ik nou doen? Hebben we drie dingetjes bedacht wat die je zou kunnen doen? Nou, wel meer. Wel meer. Nou, we hebben zelfs meer dingen bedacht. We bedenken ze gewoon waar je bij staat. Nou, inderdaad. Maar één, en we zijn natuurlijk sekstoytesters, dus hey, gebruik eens een toy tijdens het masturberen. Het is niet alsof er een persoon ineens in je bed ligt, maar het is wel anders dan anders. Ja, en bedoel... Ja, als je dan toch denkt van, nou ja, Valentijnsdag, liefde, doe dan gewoon lekker zelfliefde. Dus ga gewoon lekker masturberen. Neem gewoon lekker de hele dag, joh. Ga lekker in je bed of op de bank. En pak je favoriete toy erbij en ga helemaal los, zou ik zeggen. Ja, gebruik geen slagroom, want dat wordt vies. Maar dat even... Dat gaat heel erg stinken. Ja, ik weet niet wie dat ooit bedacht heeft, dat slagroom een leuke seksuele interactie tot zich brengt. Het is niet waar, het stinkt, het is zuur, je wil het echt niet. Nee, dus lekker met een sekstoy en een slag. En als je daar nog geen sekstoy hebt, is dit denk ik de dag om jezelf te verwennen en lekker even online te gaan shoppen. Zodat je dan in elk geval morgen of volgend weekend de hele dag in je bed kan liggen. En uiteindelijk, als je aan zelfliefde doet, is elke dag Valentijnsdag. Dag, cheesy! Maar wel waar! Ja, nou, en wat ook heel leuk is, als we dan toch even in het masturberen blijven, gebruik eens glijmiddel. Want ik hoor echt nog steeds zo vaak mensen die zeggen, ja, glijmiddel, waarom zou je nou glijmiddel gebruiken? Nou, probeer het eens. En dan zul je echt zien dat het gewoon fucking lekker is. Ja. Toch? Ja, en het voordeel met Valentijnsdag is het allemaal in de aanbieding. Dus hey. Als je het nog niet hebt. Doe. Ja, nee, maar ik vind, als je een vulva hebt en je gebruikt glijmiddel, dan is het ook echt, het voelt ook allemaal veel anders. Het glijdt veel makkelijker en het nodigt ook veel meer uit om een beetje te gaan actie... Om een beetje te gaan experimenteren met wat er allemaal lekker voelt. En een beetje andere technieken uit te proberen. Want dat is ook leuk. Want heel veel mensen die, als ze gewoon met hun vingers masturberen, dan masturberen ze heel vaak op dezelfde manier. Maar er zijn natuurlijk allerlei manieren te bedenken. Dus dat is ook leuk. En met glijmiddel extra leuk. Ja, en dat is niet alleen als je een vulva hebt. Want ook als je een penis hebt, is glijmiddel ook heel erg fijn. En denk er ook eens aan dat je je penis wat extra verwendt met wat voedend spulletjes of zo. Weet je, gewoon. Er zijn zelfs speciale aftrekglijmiddelen te krijgen die ook body safe zijn. Dus ik zou echt zeggen van, nou, doe jezelf een plezier. Gebruik het. Dat zou ik zeker doen. Ja. Ja, en wat natuurlijk vandaag ook leuk is, is als je misschien niet bij elkaar kan zijn, maar je hebt wel iemand waarvan je denkt, nou, die vind ik misschien wel sexy. Om dan samen een sekstoy op afstand te gebruiken. Ja, precies. Want je kan misschien dan niet bij elkaar zijn op Valentijnsdag vanwege de lockdown en de avondklok. En God knows wat allemaal. Niet te vergeten de horrorwinter waar we nu in zitten. Maar op afstand kan je een hele hoop leuke dingen met elkaar doen. Je kan met elkaar videobellen terwijl je het aan het doen bent. Je kan met elkaar gewoon bellen, lekker ouderwets. Maar je hoeft je niet alleen te voelen op een dag als deze. Nee, dus nodig iemand uit die je leuk vindt en stuur hem of haar een uitnodiging om lekker jouw seksueel op afstand te bedienen. En wie weet wat eruit voortbloeit op deze Valentijnsdag. Maar nooit. Ja, maar het is natuurlijk wel Valentijnsdag en we hebben het allemaal over masturberen en zelfliefde en weet ik veel wat. Maar joh, als jij denkt van ik heb er helemaal geen zin in, je kan ook gewoon lekker de hele dag lekker gaan Netflixen, lekker... lekker met filmpje op de bank. Lekker veel chocolade erbij. Of ja, kijk misschien juist een sexy film als je dat leuk vindt. Of als je iets hartigs wil knabbelen, dan knabbel je iets hartigs of iets gezonds wat bij je levensstijl past. Chocola is ook niet altijd alles. Nee. Of als je, weet ik veel, denkt ik ga lekker wandelen. Ik bedoel, je kan ook gewoon doen alsof het helemaal geen Valentijnsdag is. Want ik bedoel, zo speciaal is deze dag eigenlijk helemaal natuurlijk niet. Nou, gewoon niet. Commerciële onzin. Dat is het. Commerciële onzin. Ja, zo. Dus als jij denkt van, joh, ik ga deze dag gewoon lekker negeren en ik ga lekker een boek lezen of met mijn moeder zitten bellen.
doe lekker waar je zin in hebt vooral. Hou elke dag van jezelf. En hou elke dag van iemand anders. Als je iemand in je leven hebt. Of misschien op afstand als je die nog niet in je leven hebt. Maar het kan ook vriendschappelijk. Ik bedoel, het hoeft niet gelijk toch verliefd liefde. Je kan ook van een hele goede vriendin houden. Zorg een beetje voor elkaar. Zeker in deze tijden. Zorg een beetje voor elkaar. Ja, het is heel slecht. Maar deze hele dag is een clichédag. Dus we kunnen lekker over clichés over inflikkeren. Want het mag ongegeneerd. Ja, ik zou me wel een beetje generen als ik jou was nu. Maar ik hou wel van je ook op Valentijnsdag. Oh nee. Dus dat. Nee, maar serieus mensen. Geniet van het leven. Geniet van jezelf. Geniet van elkaar. Doe dat elke dag. Want er is niet een speciale dag waarop je dat wel mag of niet mag of moet. Vooral moet. Niet moet. Nee. Als jij gewoon vandaag hele onsexy dingen wil doen, doe dat lekker. Ik bedoel, je hoeft echt niet elke dag sexy times te hebben. Dus als je het leuk vindt, doe het lekker. Als je het niet leuk vindt, dan doe je het lekker niet. Nou, en daarmee sluiten wij deze Valentijns video. In positieve zin af. Want je vond dit natuurlijk geweldig. En dus ga je op het duimpje omhoog drukken. Ja, toon ons je liefde. Geef het ons. Geef het ons. We hebben het nodig. We hebben het nodig. Is wel waar. Subscribe alsjeblieft als je wil. Is altijd heel fijn. En we zitten bijna op de 10.000. Ja. Dan komen we de volgende keer weer met nog een leuke video. Tot dan. Doeg.